Ja, wat vond ik hiervan? Een mooie vraag. Ik denk dat wij met één puntje blij hadden moeten zijn. En misschien stiekem hadden we meteen na mijn goal de 1-2 kunnen maken. Ja, en het gebeurt niet en we krijgen hem weer op ons neus. Ja, je kon heel vroeg achter, hè, door die penalty. Ja, dat is... Waarvan je kan afvragen of het de penalty was? Ja, ik weet het niet, maar ik vond dat de scheids wel, ik vond dat hij wel erg makkelijk, vooral de hele eerste helft voor Excelsior floot. En ja, als je dit na 1 minuut, als je deze bal op de stip legt, ja, dan weet ik het niet meer met hem. En eigenlijk loop je vanaf dat moment achter de feiten aan. Hè? Waren jullie niet echt bij macht om, om Excelsior terug te dringen? Dat klopt, we creëren niet veel, maar Excelsior ook niet. En dan moeten wij gewoon wachten op ons moment. Nou, en die kwam de tweede helft, een paar keer. Ja, gelukkig ging hij erin. En helaas ging hij er nog een keer in, aan de verkeerde kant. Ja, eerst die 1-1. Het was eigenlijk een ordinaire counter, maar wel goed uitgevoerd. Ja, ik denk dat wij met 5 of 6 man eruit kwamen, razendsnel. En die bal wordt gestoken. Het was ietsje te hard, denk ik, maar ik kom er nog bij en ik prik hem binnen. En daarna komt eigenlijk die tweede kans waar jij het al over had. Om zelf te keeperen. En je geeft eigenlijk Soufiane Lahmoudji de kans om jullie voorsprong te zitten. Ja, ik denk dat hij ietsje rustiger had moeten doen. En misschien even zijn speler uitkappen. En dan had hij hem in een leeg doel binnen kunnen schieten. Nou ja, hij koos ervoor om meteen te schieten. En hij schoot tegen hem aan. Wegkans. Wegkans, nou ja, dan denk je 1-1. Totdat de Essenboom hem zo ongelukkig raakt dat hij ook nog eens in jullie goal ploft. Ja, het lijkt wel deze wedstrijd, het seizoen in de notendop. Hè. Alles zit ook tegen bij Volendam. Ja, ik zei net al, wij kunnen die wedstrijd gewoon niet over de streep trekken. Al is het maar een punt. En dat moeten wij leren. En dan krijgen we hier een punt vandaag. En dan mogen we tevreden zijn. En nu hebben we weer niks. Alleen je 24e doelpunt. Nou, dat dan nog wel. Dat gaat wel lekker, hè? Ja, tuurlijk. Maar ja, we willen play-offs halen en de doelpunten, dat is bijzaak. Wordt nog wel lastig, hè, die play-offs toch? Dat wordt zeker lastig, maar we gaan er nog wel voor.